haar gewoon gelijk leuk. Want ik ben met... Leslie. En dat is mijn beste vriendin. En wij gaan vandaag iets heel erg spannends doen. Wij gaan namelijk... Ja, citroensap met... water drinken. Gaat zie daddy. Ik zei trouwens net dat het gatsiedarry was, maar I don't know, ik heb het nog net geproefd. Nou, hier hebben we dus de glazen. Denk jij dat het lekker is? Nee, denk ik niet. Ik denk dat het naar... Goh, ik zal het naar... Waar zou het naar smaken? Ik denk, naar water of citroen. Ik twijfel tussen appel, citroen en water. I don't know. Nou, daar gaan we. Cheers. Oké, drie. Echt een grote slok en doorslikken. Dorst? Ja, doorslikken. Oké, okay, drie. Nee, ik ga niet doorslikken. Twee, één. Wow, dit is best lekker. Het smaakt gewoon naar limonade. Zonder... Limonade. Wow, dit is echt lekker. Limonade zonder limonade. Dit is echt lekker. Aanrader, citroensap met water. Vind jij niet lekker? Ik vind het wel lekker. Het heeft een rare smaak, maar het is wel lekker. Nieuw idee. Alleen citroen. Let's go, want de camera is bijna leeg. Dus cheers. Godverdomme. Alleen citroen dus. Drie. Twee, één. Ik denk dat ze het vies vindt. Nee, ik vind het fantastisch lekker. Wow, ja, lach. Dit is niet. Goedemorgen, guys. Het is nu zondagochtend en we gaan zo meteen gezellig naar de stad. En ik ga even mijn beugel uit doen. Ik ben zo moe. En ik wou nog even wat laten zien. Ik kreeg namelijk een tip van een vriendinnetje van mij. Dat ik dit een keertje op mijn kussen moest sprayen. Dit is lavendel. Tenminste, het heeft de geur van lavendel. Ah, oh, zo lekker. En het schijnt dus dat als je dit zo op je kus spreekt. Dat je dan heerlijk gaat slapen. En het ruikt gewoon super lekker. Dan nog een ding. Want mijn moeder is nu boven. I don't know wat ze aan het doen is. Ik kreeg een heel erg leuk idee. Want ik dacht, ik heb hier van die kussens. En zo, dat was even een klapper. En ik heb hier ook een of ander pruik iets ding. En toen bedacht ik, zie ik dit. Als je in films zie je soms wel, is dat mensen dan sneaky uit hun huis op stap gaan. En dan gaan ze ergens heen of zo. Dat ga ik niet doen. Alleen, ik ben wel heel erg benieuwd hoe ze gaat reageren als... Ik er nu in lig, want zij komt namelijk 10.000 keer langs. En ik maak geen grapje, 10.000 keer langs. Om te kijken of ik nog slaap. Kijk. Zo. Dit nog een beetje zo tegen de kussens aan. Laat ik het zo zeggen. Ik snap als ze er niet in trapt. Maar... Je zou er wel in kunnen trappen, zeg maar. Zo. Tada. Het is een beetje verfrimmeld. Zo. Nee, dit lijkt net alsof er nog iemand naast ligt. Zo. Nou, top. Ik zal zeggen, ik ga naar beneden. Zet ik de camera hier. Dan moet het natuurlijk wel een beetje stil zijn. Daar ligt. De zogenaamde ik. Daar staat de deur. Als ze zo meteen binnenkomt, dan zien jullie alles. Ik ben wel een beetje gedaan.
ijs houden, want ik moet nu naar beneden en ze is boven. En heel misschien kan ze me van de trap horen stampen. En mijn grote voeten. Dus. Le Merifano! Wat heb jij nou gedaan? Nee! Prank is geslaagd! Prank is geslaagd! Prank is geslaagd! Goedemorgen! En daar gaat de camera. Ik knapte er echt bij! Mam. Oh ja hoor! Schuldig? Is geslaagd. 2 hours later. Lata. Ja, we zijn nu terug van de stad, want we waren in de stad geweest. En ik heb lekker geshopt. Ik heb schoenen gekocht, Dr. Martens. One minute, 37 seconds later. Dit gaat nog wel even duren. Volgens mij is het weer 2-3 uur later. We hebben de doos eindelijk uit de tas. En ik heb deze schoenen gekocht. Tadaa. Ik had al Dr. Martens, maar die waren te klein. En dan heb ik nog een leuk jurkje. Deze. Tadaa. Ik moet de mouwen wel even laten innemen, want de mouwen zijn echt veel te groot. Hier past mijn hoofd in. Helemaal! Good morning. Ik zit me klaar te maken voor school. En ik heb een boekbespreking! Yay! Ja, maar niet heus. Even hè. Dit boek heeft gewoon 300... nog wat bladzijdes. 327 bladzijdes. Wie gaat dat nou lezen? Ik had er ook echt geen tijd voor. Ik moest vorige week naar voor Secret Project. Een heel weekend. Daarna moest ik 5 dagen in de week of zo naar Lucia Bartas. En ja, ik weet niet waar ik de tijd van kon halen om het hele boek te lezen van 327 bladzijden. Dus ik heb misschien een heel klein deeltje overgeslagen, maar ja. Klein stukje maar. En dit is mijn boekbespreking. Daar staat allemaal papier. En dit is mijn mooie tekening. Het is Nikki, de hoofdpersoon. En zij schreef, nee, deze. Maar ik ga dus ook heel even kijken of ik een stukje kan vloggen. Wat ik hoop. Maar ik weet niet. Want ik weet niet of de juf het goed vindt. En ik heb nou eigenlijk nog nooit gezien dat iemand zit te vloggen op school. Dus we gaan het zien. En eigenlijk durf ik het ook bijna niet te vragen. Oké. Ja. Wens me succes. Alweer. Net zoals bij de beugel. Oh, lekker ruimte. Hé, maar kijk dan. Dit gaat niet. Ik ga wisselen. Dus haalde ik diep adem en flapte ik mijn vraag er maar gewoon uit tijdens de pizza. Brandon, even over dat Valentijnsfeest. Wat vond je ervan? Maar helaas werd alles toen super gênant. Laat maar, ik was te verlegen om het te vragen met tv-camera erbij. Dus liet ik het maar zitten. Mama ging weer creatief doen en maakte een zwarte bonenpizza. Met kippenmaagjes, okra en bieten erop. Zonder kaas. Wie doet zoiets nou? De pizza zag eruit als een overleden dier en smaakte ook zo. Maar het ergste was nog, het rook ook naar een overleden dier.
Eeuw, bij nader inzien smeer ik vanavond misschien maar liever een boterham. Sorry mama, overreden dierenpizza. Jam, maar niet heus. Hey guys, ik ga heel even een mini-update geven over van alles en nog wat. Ten eerste, gisteren mijn boekbespreking ging helemaal top. Ging supergoed. Dan, maandag had ik, was ik naar Lucia geweest, kwam ik terug. En toen kreeg ik in een keer heel erg pijn. Daar. En mijn moeder zegt, nou, we kijken nog heel even aan en anders gaan we even naar de dokter. Eerst dacht ik dus, oh nee, misschien word ik wel ongesteld. Nu al mijn 10e jaar. Nou, kleine kans dat. Dinsdag kreeg ik het weer. Dus mijn moeder zegt, nou, misschien moeten we toch eventjes wat naar de dokter sturen. Wist ik veel dat het een potje met plas was. Ja, ik moest in een potje plassen. Gat, dat ga ik nooit meer doen. Dus we krijgen ongeveer tot 1 uur de uitslag te horen. Hey, ik ben heel erg benieuwd en ik zit hier gezellig met Jessie. Dit is mijn hondje. Zo, hé. Ga je me nu in één keer aan de kant duwen? Oké, ik ben niet meer welkom in mijn bed, thanks. Oké. Het is een zwaar bestaan voor daar. Het is een zwaar bestaan voor daar. En het is ook pijn. En dat is niet fijn. Wat zal het toch zijn? Oké, jongens, het is nu iets later en we hebben een mug, denk ik, gevangen. Ja. Maar Leslie die zei sowieso even langskomen. En we zitten nog steeds te wachten op de uitslag alleen om te steunen. Maar nu moeten we dus dit feest hebben. Oh! Het is dus een mug, denken we. Oké, okay, kom Les, we gaan hem naar buiten brengen. Pootjes en pootjes. Nee, dat vind ik dan zielig. Ze poot voor tussen zit en tussen niet leuk, hè? Oh, sorry jongens. Oké, wacht. Nee. We moeten zeg maar gelijk weg kunnen. Oké. Nee. Trap hem. Nee. Dat is niet leuk. Oeh, bang kan je zijn. Oh, hij vliegt helemaal niet. Much later. Nou jongens, we hebben de uitslag gehoord en... gelukkig heb ik geen blaasontsteking, dus dat is mooi. Maar de dokter zei er wel nog even bij dat ik te weinig drink. Want ook als ik bijvoorbeeld naar dans ga, dan daarna heb ik heel erg pijn daar. Dus hier een tip van de Lemie. Veel water drinken als je sport. Sowieso, drinken is belangrijker dan eten. Dus ja, dat is de tip. Veel water drinken, veel drinken, sowieso. Maar mijn moeder vond me toch wel een beetje zielig. Dus heb ik mijn allerlekkerste maaltijd van de hele wereld. Mijn liefste patatjes.